Ik heb er zeker 15 weggehaald, denk ik, deze week. Een groepje zusters is moeten blijven, want we niet iedereen kan weg. Niet iedereen kan weg, omdat we toch ook wat kinderen en gehandicapten onder onze hoede hebben. We hebben een huis in Cairo. We hebben twee huizen, één huis in Fayoum en nog een huis heel dichtbij Fayoum, Nasriya, een dorpje. De zusters uit Fayoum hebben we pas afgelopen zaterdag zijn twee Egyptische zusters naar Alexandrië over kunnen brengen. En de zusters uit Nasriya hebben gelukkig op tijd weg kunnen krijgen. En dan hebben we de meeste van onze huizen in een buitenwijk van Alexandrië en één gemeenschap in het centrum van Alexandrië. Ze hebben, niemand van hen heeft gelukkig een mes aan de keel gehad, maar de situatie zag er slecht uit. I'm at the moment missioning in Egypt. I work in a school. I've been there for 4 months and we had not a free day. On Tuesday there was no class and that was due to some protest made by the people. Zaterdagavond kreeg ik een telefoon, belde ik moeder Contemplación op. Zeg van, hoe gaat het met jullie? Want hier de berichten zijn heel slecht. En toen zei ze van ja, vanmiddag werd er opeens het gebedsuur in de moskee. En opeens zien we allemaal mannen met stokken het huis uitgaan, alle buurmannen. Dus ze zegt, wat gebeurt hier? En toen hoorden ze dus, er werd opgeroepen ook om de moskee te verdedigen. En er werd ook opgeroepen om gewoon ook je eigen straat te verdedigen. Dus er werden barricades opgeworpen aan de uithoeken van de straten door de buurmannen. Zeg maar met vuur en ze stonden met mannen die eigenlijk de hele nacht te wachten houden. Omdat er in de wijk dus huizen geplunderd, vooral winkels geplunderd werden, maar ook enkele privéhuizen. Prisoners were attacking, but at the same time people that wanted to take advantage of the situation were also, let's say, stealing. Ik heb de hele week intensief gecommuniceerd via de telefoon, via Skype en met de mobiele telefoon daar. We couldn't move. That's something very real. You're in a country where you don't speak the language, where things are very different. Nobody would. We had, for example, one of our sisters arrived from Argentina from holidays, and she was at the airport. She stayed nearly 2 days in the airport because although we were 15 minutes away, we couldn't go to pick her up because nobody would take us to the airport. Echt, ik weet wel, soms wel 10 telefoontjes per dag om de situatie te coördineren, wie er weg kan, wie er blijven vooral. De zusters zitten daar, we hebben een thuis voor gehandicapten, een thuis met een stuk 20 gehandicapten, een thuis voor kinderen, 30 kinderen ongeveer. We hebben wel eens vaker problemen gehad, de zusters hebben ook wel eens stenen naar hun hoofd gekregen in de wijk toen ze daar net kwamen wonen en zo. De relatie christen-moslim is niet altijd makkelijk. Hè? Maar tot deze hoogte is het nog nooit, zo hoog is het nog nooit opgelopen. We weten allemaal dat de christenen het heel zwaar hebben de laatste maanden. En we hebben ook zusters in Bagdad. En die hebben dus ook de aanslag daar eind oktober op de Syrisch-Katholieke kerk heeft ook erg diep ingegrepen. In hun leven, maar ook in het leven van de hele katholieke gemeenschap daar in Bagdad. Nu de aanslag 31 december in de Koptisch Orthodoxe Kerk in Alexandrië. Ja, er zijn echt, er is bedreiging voor christenen in de moslimwereld. En dat is reëel. En daar hebben wij natuurlijk ook mee te kampen. Ook al hebben we gelukkig tot nu toe niet persoonlijk ernstige zaken meegemaakt. Behalve dan, sporadisch zo. The people that surround us is very good with us. We go to a school that's an international school, so that the children there and the people there are a bit more open-minded. That's for us, right? But there is a certain danger. I can speak from the experiences, let's say, of the Christians, of the Coptic people there. They do, I mean, it is difficult for them. The tension of what happened on the 31st is still there. And then, like a week later, a man in the subway, he killed 6 people because they were Christians. And for them, it's not wrong.
So that is a bit hard, and the Egyptians in that sense are heroic, but they're because they many times they tattoo the cross on their hand. It's like saying I'm a Christian, and to death. Ja, ik vond het toch niet nodig om daarop zitten wachten, om dat risico te nemen. We vieren allemaal de martelaren, maar ja, dat is toch een speciale genade van God, zeg maar. En we moeten dat niet op uitnodiging